Op de openbare basisschool Piet Mondriaan in Abcoude is juf Janneke vandaag op bezoek om kinderen cupcakes te leren bakken. Hey, oh, kijk eens. Twee echte koks. En die echte koks zijn de blonde Fabe en de donkere Finn. Verder is er nog een heel bijzonder dier in het lokaal. Een papegaai. Dat is Dennis, de papegaai. En die kon vroeger wel praten. Maar toen die dus van de piratenboot af is gegaan, toen heeft hij nooit meer iets gezegd. Ik ga jullie zo meteen kookles geven. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd of jullie misschien zelfs wel een beetje cupcakes kunnen maken. Denken jullie dat jullie dat wel kunnen? Dan ga ik even naar de oven. En dan gaan jullie gewoon alvast beginnen met de cupcakes maken. Eerst beginnen we met de ei. Hey, ik wens jullie heel veel succes. Kom ik zo terug. Hoeveel eitjes moeten erin? Tot zo! Hoeveel eitjes moeten erin? Twee. Fabe en Finn, twee rakkers. Zou de papegaai wel een oogje in het zeil houden? Tomcat! Wie zijn jullie? Hé, hey, je praat! Echt niet. Poppiekrouw? Poppiekrouw? Goed zo, papegaai. Woonde je op een piratenboot? Ja. Maar niet zeggen dat ik kan praten. Wij zeggen dat je niet kan praten, want we zeggen altijd dat je nooit kan praten. Afgesproken. We moeten nog bakken. We hebben al twee eieren ingedaan. We moeten nog meel. Heel veel meel. Jullie mogen wel gewoon praten. Je mag wel praten tijdens het koken. Ja, weet ik. Maar, tuurlijk. De receptenpapegaai zei dat we al meel... Hij zei niks. Nee, die kan toch niet praten? Nee, hij deed ook niks. Ik zou nog even gaan kijken. Moet ik nog even gaan kijken? Ja. Nou ja, zeg. Dat heb ik nou nog nooit meegemaakt. Goed, ga maar even weg. Nou ja, als jullie mij weg... Ik vind het wel een beetje raar, hoor. Even naar de taart kijken. Ik ga even naar de taart kijken. Maak er maar een lekkere piratenbende van. Nee! Nee! Ja. Nee. Wat? Ja. Hey, kijk eens, ik heb een eitje op de grond gegooid. Goed, hè? Gooi er nog één. Nee! Ja. De papegaai heeft een ei op de grond gegooid. Ja. Het wordt steeds gekker. Gewoon even je mouwen opstropen. En dan geeft juf Janneke een professioneel advies. Je moet kneden met je handen. Ja, leuk. Smurrie. Ja, een beetje dat het wat steekt. Goed kneden en knijpen. Hey jongens, kom eens bij Frans. Kom eens. Dag Fabe, dag Finn. Dag Frans. Wat zeg je? Dag Frans. Doei.